Geef ik het woord aan de heer Van der Staaij van de SGP. Mevrouw de voorzitter, er is veel reden tot dankbaarheid. Ruim 5 maanden zat Nederland op slot. En door de afnemende druk op de gezondheidszorg is het nu mogelijk om de coronamaatregelen serieus te versoepelen. En dat is goed nieuws. Elke fase levert ook weer soms praktische vragen op. Hoe zit het nu precies? Ik begin met iets waarover mijn fractie veel vragen krijgt. Bruiloften, schijnt het ook het weer voor te zijn. De onduidelijkheid hoeveel ruimte er nu precies is om er een feestelijke dag van te maken is groot. Kan de minister nu eens duidelijk uiteenzetten welke regels er precies gelden? En kan die ook actief communiceren naar de veiligheidsregio's en betrokken sectoren? Veel mensen zouden hem dankbaar zijn. Voorzitter, we komen nu ook in een andere fase van de crisis terecht. Een fase van herstel, wederopbouw, heropbouw. Een fase waarin we leren leven met de aanwezigheid van het coronavirus. Het virus wordt endemisch, wordt het wel genoemd. En de kernvraag van de SGP voor dit debat is dan ook: welke visie heeft het kabinet op deze volgende fase? Ik hoorde minister De Jonge zeggen dat het reëel is dat we vanaf 1 september de meeste coronamaatregelen los kunnen laten. Dat is een hoopvolle gedachte, maar zijn er wel de nodige vragen die dan rijzen? De zomer van 2020 is door de regering gebruikt als een periode van reflectie op het gevoerde beleid. En mijn vraag is: is het kabinet van plan dat deze zomer opnieuw te doen? Gaat het kabinet bijvoorbeeld kritisch kijken naar nut en noodzaak van de huidige basismaatregelen? Neem dan mondkapjesplicht. Hoe proportioneel is zo'n plicht als nu epidemie echt op zijn retour is? En ik deel ook het pleidooi van mevrouw Bikker als het gaat om die juist nieuwe wetgeving, sluitingsbevoegdheden gebouwen. Dat is toch niet opportun om daar nu mee te komen? Voorzitter, in de afgelopen periode waren een aantal ziekenhuizen en IC-opnames belangrijke indicatoren voor het maken van keuzes voor maatregelen. Mijn vraag is: blijft dat ook in de komende tijd zo? Voor de andere indicatoren leidend en zo ja, welke? En stel dat er in de herfst of winter onverhoopt toch weer een opleving van het aantal coronabesmettingen optreedt, accepteren we dit dan of grijpt de regering opnieuw naar de bottenbijl van de lockdown? Voorzitter, ik wil de regering hierbij graag herinneren aan het recente advies van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat zegt: verleg bij het verder openen van de samenleving stapsgewijs de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het leven weer meer richting de samenleving. En breng zo de balans terug in de rolverdeling tussen overheid, bedrijven en burgers. Veel burgers en bedrijven hebben laten zien dat zij bereidwillig en daadkrachtig zijn om oplossingen te bedenken en te organiseren voor maatschappelijke problemen. Ik moet zeggen dat dit de kern raakt van wat ook de SGP de afgelopen coronadebat heeft betoogd. Normaliseer zoveel mogelijk de maatschappelijke verhoudingen. En mijn vraag is ook: hoe geeft de regering invulling aan dit advies? Ik betrek hierbij ook graag het herstelplan voor de zorg. En er zijn vandaag ook de nodige complimenten uitgestrooid. Laat ik nu eens een compliment geven voor de heldere brief van de minister van Medische Zorg die wij hierover ontvingen. Tegelijkertijd komt ook bij de SGP de vraag op: wordt er ook hier gewerkt aan normalisering van de verantwoordelijkheden en taken in de zorg? Kan de minister hierop reflecteren? Het ministerie van VWS heeft afgelopen jaar ontzettend veel goed werk hiervoor verzet, waarvoor veel waardering. Maar de komende tijd zou je ook meer inzet verwachten van andere actoren, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Hun rol bij het garanderen van de toegankelijkheid van de inhaalzorg wordt slechts in een zinnetje genoemd. En ik ben benieuwd hoe de minister van Medische Zorg dat ziet. In haar brief gaat ze ook kort in op de vraag: hoe komt de zorg beter uit deze crisis? Welke lessen moeten we trekken voor de lange termijn? Ik lees dat zij hiervoor bouwstenen verzamelt voor een nieuw kabinet. En mijn slotvraag is: is hier voldoende munitie, informatie voor beschikbaar? Of is daar ook nog gericht onderzoek verder voor nodig door bijvoorbeeld de inspectie of de NZA? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.